OVLD voor mij is een soort van groepering, een vereniging. Tot groep vrienden. Jong VLD, dat is voor mij kracht. Jong VLD voor mij betekent vrijheid. Ik denk dat Jong VLD een zeer getalenteerde groep jongeren is die nadenkt over de toekomst van het land, ook lokaal. Ik leer ook bij hun mijn mening verkondigen, mijn ideeën uitbreiden. Liberalisme, puur liberalisme, zonder het moeten omzetten in beleid, dat maakt het veel interessanter. Jong VLD is een netwerk van jongeren die geïnteresseerd en geëngageerd zijn. Iets dat de dag van vandaag hoe langer hoe minder voorkomt helaas. Een netwerk van vrienden waar je altijd terecht kan met ideeën, met vragen, af en toe eens om een pintje te drinken. Het is gewoon heel fijn om met hun te filosoferen over de maatschappij van nu en de maatschappij van de toekomst. We moeten niet alleen het positief personeel van de toekomst afleveren, maar we moeten ook de scherpschutter zijn op ideologisch vlak. De weg wijzen in de 21ste eeuw die je liberalisme moet volgen en die Open VLD moet volgen. Wij leveren mensen die het liberale geweten kunnen zijn van de partij, van de maatschappij en dat is heel erg nodig. Jong VLD betekent gewoon weg dat we altijd voor elkaar sterk staan en dat we ervoor zorgen dat we onze vrije mening overal en altijd de beschikking kunnen hebben. De kracht tot persoonlijke vrijheid ontwikkelen. De kracht tot vriendschappen maken. Maar voor Jong VLD is voor mij vooral één ding. De kracht om te doen wat moet gedaan worden. Jong VLD, that's doing what needs to be done.